Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken bij een nieuwe vlog. Ik ben nu bij Crossterrein De Moeren en hier zo ga ik cross trainen met Cassara voor de allereerste keer. Dit wordt Cassara's eerste keer dat hij gaat crossen, je ziet het hier zo. En daarna komt Romy van der Linden en dan gaan we samen een video opnemen. En dan ga ik even op Ted rijden en daarna gaat zij met Ted crossen, hè Ted? Ja, leuk hè? En zoals jullie zien ben ik mijn crosscap vergeten. Dus daarom heb ik nu mijn springcap opgedaan. Dus de outfit is niet helemaal matching. Maar dat maakt niet uit. Het is toch maar trainen, hè Ted? Cassara vindt dit allemaal heel bijzonder wat er hier gebeurt. Hij zit echt te kijken van... Wat? Ik heb bij jonge paarden altijd zo'n band aan, want bij jonge paarden weet je het maar nooit. Nou is Cassara redelijk lief, maar ja, altijd voor de veiligheid. Stel, ze gaan echt af en ze gaan echt bokken omdat je ze eraf wil hebben, kan je daar vast pakken en dan hopelijk blijf je dan zitten. Maar dat gaan we niet doen, hè? Dat gaan we niet doen. Wanneer je paard voor de eerste keer crosskappen aan heeft en loopt alsof die... de grootste stappen van de wereld moet zetten. Goed zo! Braaf! Goed zo, jongen! Goed! Naar voren denken. Ga niet raar doen. Kom maar. Oh. Goed zo. Niet twijfelen. Goed zo! Braaf! Grote klasse. Goed zo. Goed zo! Braaf! Super Cassara! Top! Teams Cassara deed het echt mega goed. Dit is voor de allereerste keer dat hij crosshindernissen ziet. Dus vaak als ik erheen ren, dan keek hij echt van... moet ik hierover? Dus dat moet ik vaak nog wel een keer doen. Maar hij is overheen gegaan uiteindelijk. Dus
hecht heel veel respect voor Cassara. En we gaan lekker doortrainen en ik vind het echt een leukert. Eén ding is nog niet gelukt en dat is het water. Dat vinden paarden altijd heel spannend, want ja, ze gaan in de wei altijd wel doorplassen. Maar moeten ze verplicht door een waterbak, vinden ze het altijd heel spannend. Dus meteen komt Romy en die gaat dan ook even op Ted. En als Romy dan op Ted gaat, ga ik op Cassara. Dan gaat Ted eerst door het water. En als het goed is, gaat Cassara er dan ook in, want dan ziet hij een ander paard. Dus dan is het vaak makkelijker voor de paarden om erin te gaan, omdat ze zijn natuurlijk kuddedieren. Dus die lopen graag achter elkaar aan. Nou, ik ben Christy Slepvangers. Ik ben 15 jaar oud en ik heb 4 paarden op wedstrijdniveau. En 1 paard ben ik aan het opleiden. En ik ben ook een eventingruiter. Zoiets. Ja. Tussen de cross in en is ze door lekker rijden zo. Dan heeft hij gelijk alles weer gezien. Zo. Ziet er echt mooi uit. Als je linksom begint, makkelijker om rechts te landen. Super! Grote klasse! Kijk naar je smalletje en handen iets breder voor het smalletje. Hou je ritme, hou je ritme. Goed zo! Goed zo! Het is best wel koud. Ja, dat is ja, heel erg maar dat is ook nog vrij nieuw daar hoor. Dat oh, echt nog maar even open. Dus. Oh ja. Hoe vond je het op Ted? Echt super leuk. Hij is zo gaaf en hij geeft zoveel vertrouwen. Ging echt heel echt goed. Een heel lief paard. En helemaal zo voor de eerste keer echt wel gewoon, ja, gewoon best wel op nog wel hoge hindernissen afgereden. Dat deed hij echt heel goed. Dus dat is echt heel erg leuk. Ik vond het echt super leuk dat ik hem mocht rijden. Graag gedaan. Zo, we zijn inmiddels weer thuis en Cassara heeft het echt mega goed gedaan. Hij heeft heel veel ervaring open, waar hij heel veel ervaring op gedaan. Vloggen moet je nog wel even leren, jongen. Het is een heel knap paardje en hij doet echt mega zijn best. Het water vond hij echt nog heel spannend, maar uiteindelijk met Romy op Ted is het gelukt. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Kijk ook zeker op Romy's account, want daar staat de video op die we hebben opgenomen vandaag. Cassara komt ook nog in genoeg video's voor. Dus gaan we lekker opleiden. En ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet niet te abonneren, want er komen hele leuke wedstrijden aan. En dan zie ik jullie snel weer. Zeg jij doei, Cassara? Oh, nee. Doei!